even in is? Nou, heb je het zelf ook eens. Oh, dat kan ik wel. Wij horen dat niet dadelijk. Nou, we zijn met ongeveer 10 mensen namens de Stichting Present hier aan het werk. En wat we gedaan hebben is, we hebben alle huisraad uit de woning gehaald. En uiteindelijk het zeil en de vloerbedekking verwijderd. En de bedoeling is dat er morgen een nieuwe vloer in worden gelegd. En daarna wordt het meubilair uiteraard weer teruggebracht naar de woning. Dit is wel een woning van Beter Wonen. Maar Stichting Present doet dit soort dingen heel vaak in de stad. Hè? Dat mensen die of zelf bepaalde financiële middelen niet hebben of zichzelf fysiek niet in staat zijn dit soort werkzaamheden te doen, dan komt Stichting Present met een club vrijwilligers die werkzaamheden gaan uitvoeren. Dus, en omdat ik ambassadeur ben voor Present, met een heleboel andere mensen in de stad, worden wij af en toe gevraagd om te helpen bij die klussen. En vandaag is zo'n dag. Vandaag zijn we met een grote klus bezig met meerdere mensen. Dat is voor ons niet heel bijzonder. Wij doen vaak klussen met groepen mensen. Maar wat vandaag wel bijzonder is, dat onze ambassadeurs ons komen ondersteunen in deze ontmoeting die we vandaag hebben. Dus we hebben 7 ambassadeurs. We hebben burgemeester Arjen Gerritsen. Hij is vanuit de politiek ambassadeur. De 2 directeuren van de woningbouwvereniging. Vanuit de woningbouw. De directeur van Zorgaccent vanuit de maatschappelijke organisaties. En de directeur van Credits en Urenco vanuit het bedrijfsleven. Hebben we de mensen ook gesproken en die zijn heel blij dat we dit voor ze doen, omdat ze het zelf niet meer kunnen. Ja, het is hartstikke mooi als je daar een steentje bij kunt dragen. En het is ook inderdaad weer eens wat anders dan de hele dag op kantoor zitten en vergaderen. Dat wordt heel erg gewaardeerd. En daarom is het ook mooi om ambassadeur van zo'n stichting te zijn. Ze doen eigenlijk altijd goed werk en de mensen waar ze komen zijn altijd gewoon heel erg dankbaar en blij. Omdat ze vaak zelf niet in staat zijn om de klussen te doen die moeten gebeuren. En iedereen wil natuurlijk fijn wonen en een mooie tuin hebben. En als je dat nogmaals zelf niet kunt, dan is het altijd fijn als mensen je komen helpen. Ze zijn als ambassadeurs zijn ze voor onze vraagbaak, advies. En we mogen gebruik maken van enerzijds hun diensten in de contacten die ze hebben. En anderzijds weten ze Present ook te vinden. Bijvoorbeeld de directeur van de woningbouw, die weet ons ook te vinden wanneer er hulp nodig is. Dat wordt heel erg gewaardeerd. Dit zijn meestal de mensen die tussen wal en schip vallen. Nederland heeft het ontzettend goed geregeld. Maar doordat het zo goed geregeld is, hebben we ook een hele grote groep die soms op een lange wachtlijst staat of tussen wal en schip. We zien dat door corona dat mensen vereenzamen. En dat maakt gewoon dat mensen niet gezien worden. En doordat wij nu hier vandaag zijn en deze mevrouw helpen, voelen mensen zich weer gewaardeerd en gezien. En dat is wat we eigenlijk willen bij Present.